Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. In deze video heb ik deze look gemaakt. Dit is een hele leuke nieuwjaarslook. Het is een beetje kleurrijk, goud, roze, bruin. Er zijn verschillende kleuren gebruikt. En ik heb alleen dit paletje gebruikt. Dit is de I Heart Makeup Chocolate Rose Gold Palette. Die is maar 10 euro. Die is verkrijgbaar bij Boozy Shop en vast ook wel op andere plekken. Maar ik heb hem van de Boozy Shop. Het zijn echt hele mooie kleuren en een perfecte dupe voor de Huda Palette. Dus ben je benieuwd hoe ik deze look heb gemaakt? Dan blijf gewoon even kijken. Nou, we gaan beginnen. Ik heb super veel zin om deze look te maken, want ik hou van glam looks en dit wordt zeker een glam look. Ik heb nog niks op mijn gezicht, alleen mijn wenkbrauwen gedaan en we gaan eerst beginnen met mijn ogen. Ik plak hier weer een stukje plakband, zodat de lijn scherp wordt. Ik ga eerst mijn ogen primen met deze oogprimer van Kiko. Dit is van de Fall Collection. Ik vind het echt zo leuk dat ik gewoon al bijna 4000 abonnees heb. Voor mij is dat echt super veel. Ik had dat echt nooit verwacht. Toen ik mijn eerste 200 abonnees had, toen was ik al super blij. Het voelde toen voor mij echt alsof er echt super veel mensen keken. Ik sta er af en toe echt niet genoeg bij stil. Maar ik ben echt heel blij dat jullie allemaal geabonneerd zijn. Tenminste de meeste van jullie. En ook altijd mijn video's bekijken en liken. Om mijn hele oog af te poederen pak ik eerst deze nude kleur. En dit doe ik gewoon op mijn hele oog tot aan de wenkbrauw. Dan pak ik eerst deze oranje-bruine kleur als transitiekleur. En ik doe deze in mijn hele arcadeboog. Gewoon van voor, van begin tot einde. Ik weet nog niet wat voor look ik ga maken. Altijd als ik begin met filmen weet ik eigenlijk nooit wat voor look ik ga maken. Ik heb altijd wel een soort van idee. Maar ja, niet echt concreet. Dus ik verzin het gewoon echt on the spot. Dan pak ik deze donkerbruine kleur om het allemaal wat donkerder te maken. En hier ga ik er gewoon weer mee overheen. Maar ik blijf er iets onder. Ik druk het zo hier echt naar binnen. En die donkerbruine kleur doe ik ook hier zo in de buitenste ooghoeken. Ik mis wel een echt hele donkere kleur in dit paletje. Een zwart of een heel donkerbruin. Want die zou ik dan hier hebben gedaan. Maar ik wil voor deze look echt alleen dit paletje gebruiken. Dus vandaar dat ik geen andere kleur erbij pak. Dan pak ik even wat concealer. En dan ga ik een halve cut crease maken. Ik ben de laatste tijd echt into cut crease looken. Ik vind het gewoon zo mooi. Nou, dit oog is klaar. Dan ga ik door met dit oog. Ik was in het begin echt heel bang om cut crease looks te maken. Omdat ik gewoon echt dacht dat ik het niet kon. Dus ik probeerde het ook gewoon echt niet. En ik maakte gewoon normale ooglooks. Maar op een dag had ik iets van, ja, waarom niet? Probeer het gewoon. Ik kan het gewoon een beetje oefenen. Dus dat heb ik toen gewoon gedaan. Het ging nog niet echt heel goed. Maar het was eigenlijk best makkelijker dan wat ik dacht. Dus als jij ook die gedachten hebt, probeer het gewoon. Nou, ik ben klaar met allebei de ogen. Nou gaan we beginnen met de kleur in dit paletje die me echt als eerste aansprak. En ik denk dat hier de meeste mensen al aanspreekt. En dat is deze geel-gouden kleur. En die doe ik gewoon op de hele plek waar ik de cut crease heb gemaakt. En ik maak mijn kwast nat met Elf Makeup Mist en Setspray. Oh, kijk hoe mooi. Er is wel een beetje fout. Dus je kunt het beste als je deze kleur gebruikt eerst beginnen met je ogen nat als je gezicht. Oké, er is echt best wel veel fout. Dus je kunt echt beter eerst beginnen met je ogen. Zo, ik ben klaar met de gouden gedeelte. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik ga nu weer even terug in de donkerbruine kleur. En daarmee ga ik de hoeken uitblenden. Ik ga het nu hier helemaal mooi zo in elkaar blenden. En dit doe ik dan alvast bij dit oog ook. Er zit gewoon hier nog helemaal fout van die gouden kleur. Dan pak ik deze gouden highlight kleur en die ga ik onder mijn wenkbrauwen doen. Ik ga hiermee een beetje mijn wenkbrauwen liften. Dan ga ik door met eyeliner. Ik gebruik deze Essence Waterproof eyeliner. Nou, eyeliner zit erop. Ik ga nu de plakband eraf halen. Als mascara gebruik ik deze van Essence. Dit is de False Lashes Mascara Extreme Volume & Curl. En als nepwimpers gebruik ik deze van de AliExpress. Heel lang, heel dramatisch, heel extreem. Ik ben alleen vergeten welke dit zijn, maar ik link het beneden in de beschrijving. En ik gebruik een zwarte duolijn. In mijn unboxing video heb ik deze dus unboxed. En heb ik verteld dat dit de eerste keer is dat ik zwarte wimperlijn koop. Maar tot nu toe vind ik deze echt veel beter dan de witte. De witte blijf je echt nog zien, waardoor ik altijd nog met eyeliner zo eroverheen moet. Om deze hoeft dat eigenlijk bijna niet. Ik doe het wel voor extra, maar het hoeft niet per se. Dus ik hou het echt bij zwarte wimperlijn. Nou, wimpers zitten erop. Er komt ook nog oogschaduw hieronder, maar dat ga ik nog niet doen. Ik ga eerst mijn gezicht doen. Als primer gebruik ik mijn Smashbox Photo Finish Primer. Als foundation gebruik ik mijn Kiko 2-in-1 Full Coverage Foundation. Deze foundation is nieuw bij de Kiko en is 18,95 en hij is echt geweldig, mensen.
Als je echt houdt van een dekking, een hele goede dekking, dan is dit echt een foundation voor jou. Op zich is die ook niet heel duur, 18 euro is te doen. Beter dan een 40 euro foundation. Dus mocht je daar nog naar op zoek zijn, dan is deze perfect voor jou. Deze lijkt ook op deze van Clinique. Deze is ook 2-in-1 foundation en concealer. En heeft ook echt precies zo'n applicator. Dus het is ook een dupe voor de Clinique. En ik gebruik mijn beauty blender om het helemaal in te blenden. Als concealer gebruik ik de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Dit is echt de beste full coverage foundation concealer die niet duur is. Ik doe hem alleen niet op mijn kin, want hij is best wel licht. En anders wordt mijn kin echt veel te licht. En ook dit blend ik weer uit met mijn beauty blender. Om te cream contouren gebruik ik mijn Kiko Sculpting Stick in de kleur 201. Ik doe dit alleen hier bij mijn wangen. En ook dit blend ik uit met mijn beauty blender. Echt lang leven de beauty blender. Ik gebruik hem echt voor alles. Om te baken gebruik ik mijn Beauty Bakery Translucent Powder. En ook die breng ik uit met mijn beauty blender. Nou, terwijl deze poeder erop zit, ga ik nog een keer contouren met deze kleur. Maar dit keer dus met een poeder. En ook dit doe ik alleen bij mijn wangen. De reden dat ik nooit mijn contour ook doe bij mijn voorhoofd is omdat ik al best wel heftig altijd brons. En anders wordt het daar allemaal veel te bruin. Dan ga ik met deze kleur ook even mijn neus contouren. Dit doe ik normaal eigenlijk voordat ik ga baken, maar ik was het vergeten. En dan pak ik weer deze donkerste bruine oogschaduwkleur en die doe ik op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik deze roze kleur en die doe ik ook op mijn onderste wimperrand. Ik vind het toch wel leuk als het een beetje een kleurrijke look wordt. Nou een beetje mascara op mijn onderste wimpers. En deze zwarte Essence koolpotlood doe ik in mijn waterrand. Als bronzer gebruik ik mijn Hoola bronzer. En als blush gebruik ik deze Dandelion blush. Als highlighter gebruik ik mijn Anastasia Beverly Hills Glow Kit in de kleur Sun Dipped. En ik pak de kleur Summer. Oh, ik moet echt opschieten, ik moet weer werken. Ik snap niet waarom ik deze video's altijd maak voordat ik ga werken. Ik ben altijd te laat. En dan pak ik mijn Aurora Glow Kit. En ik doe deze kleur in mijn binnenste ooghoeken. Nou is het tijd voor lippen. En daarvoor gebruik ik mijn MAC lippotlood in de kleur Etc. Ik ga mijn lippen vooral heel nude houden. En ik doe ook geen lipstick op. Alleen maar dit lippotloodje, omdat de oogkleur echt alle aandacht moet hebben. En dan ga ik er nog overheen met deze 3D Hydra Lip Gloss van de Kiko in de kleur... Oh, ik heb de verkeerde gepakt. Ik bedoelde deze en dit is de kleur 18. Nou, nog wat Urban Decay setting spray en dan ben ik klaar. Nou, dit was dan de make-up look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en vooral mooi vinden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg! Bye.